11 uur NOS Radio Nieuws. Tussen Dokkum en Leeuwarden zijn honderden schaatsers van de Elfstedentocht al op weg naar de finish. Ze hebben nog een uur de tijd om de Bonkenvaart te bereiken. Om middernacht sluit de controlepost. Wie daarna over de finish rijdt, krijgt het laatste stempeltje niet meer. Het aantal uitvallers viel overdag mee, maar vanavond moesten veel schaatsers afhaken. De organisatie rijdt met veegploegen over het ijs om deelnemers die niet meer verder kunnen op te vangen. Met infrarode camera's wordt gekeken of er achterblijvers zijn. Een van de deelnemers is vanavond tijdens de toertocht overleden. De 57-jarige man heeft waarschijnlijk een hartaanval gehad. Het is voor het eerst dat een deelnemer tijdens een Elfstedentocht is overleden. Tientallen mensen hebben zich in het ziekenhuis laten behandelen. De meeste hadden gebroken kaken, polsen en ribben of een arm uit de kom. De EHBO-posten langs de route hebben honderden rijders met snijwonden of lichte bevriezingsverschijnselen behandeld. Een van de meest voorkomende problemen was bevroren oogleden. Bij de finish in Leeuwarden en in Dokkum zijn nog wel veel toeschouwers, maar in de andere steden is het weer rustig. De Nederlandse spoorwegen vervoert ieder uur duizenden mensen naar het zuiden. De NS liet vanavond ieder kwartier een trein in de richting van Zwolle rijden. De winnaar van de 15e Elfstedentocht, Henk Angenent, wordt maandag gehuldigd in zijn woonplaats Alphen aan de Rijn. Na een korte rondrit wordt hij geëerd in het oude raadhuis van de stad. Bijna 11 uur geleden kwam Angenent aan op de Bonkenvaart als eerste, gevolgd door Erik Hulsebos en Bert Verduin. Daarna hebben de schaatsers nog een uur de tijd om de finish te bereiken. De kou speelt niet alleen de rijdersparten. Ook veel toeschouwers moeten zich bij een EHBO-post laten behandelen vanwege lichte bevriezingsverschijnselen. In de binnenstad van Leeuwarden is het minder druk dan gisteravond. Een deel van de toeschouwers gaat nog wel naar de stad, maar de meeste zijn al op weg naar huis. De Nederlandse spoorwegen vervoert ieder uur duizenden mensen naar het zuiden. De winnaar van de Elfstedentocht, Henk Angenent, wordt maandag in zijn woonplaats Alphen aan de Rijn geëerd. Na een korte rondrit wordt de schaatser in het voormalige raadhuis van de gemeente gehuldigd. Het weer. In het zuiden valt vannacht nog wat lichte sneeuw. Elders klaart het op en het vriest matig. De wind neemt langzaam af. Morgen verwacht het KNMI bijna overal zon en het blijft licht vriezen. De wind langs de hele kust noordoost 6. Tot zover het nieuws. Verkeersinformatie.